De stadsderby tussen Ninove en Voorde Appeltheir draaide uit op een ruime 3-0 zege voor Groen-Zwart. De bezoekers speelden in de eerste helft de beste kansen bij elkaar, maar konden niet scoren. Tijdens een dol kwartier in de tweede helft scoorde Ninove liefst 3 keer. De wedstrijdbal werd geschonken door Schepen van Sport Mark Torkes. Voor de aanvang van de wedstrijd werd er 1 minuut stilte gehouden als eer aan de overleden vader van keepertrainer Dieter Malfey. Ah ja. Mark Torkes, Schepen van Sport. Derby vandaag, Ninove Appeltheir. En het is het wordt net 2-0 en ik zie het gezicht. Is het moeilijk kiezen vandaag? Dat is uiteraard moeilijk kiezen. Het zijn twee Ninovse clubs. Alle twee verdienen ze het eigenlijk. Voor mij althans, de eerste time gezien, heeft Appeltheir de mooiste kansen gehad. Nu is het in één keer 2-0. Het is hoe dat de bal valt en hij valt nu in het kamp voor Ninove. Maar ik wens hem dat zeker toe. Het is eigenlijk een sportieve wedstrijd geweest tot hiertoe. En dat is voor mij het belangrijkste, dat twee Ninovse ploegen elkaar eigenlijk niet bekogelen of het vuil beginnen spelen. Nee, iedereen is vandaag sportief en dat is belangrijk. Want het is een reeks met heel veel streekderbies. Je hebt Eendracht Aalst, Appeltheir en Ninove. Ja, en ik ga eerlijk zeggen, Aalst heeft mij niet bekoord en hier zeker ook niet. Als Aalst titelkandidaat is, voor mij althans niet. Ik ga eerder zeggen dat een van onze Ninovse ploegen het verdient. Jordanis, de match is net afgelopen. Ontgoochelende uitslag? Zeer ontgoochelend voor mij. Zeer ontgoochelend. 3-0, dat wist je niet weg. Hè. Zeker op deze manier. Ik vond dat Appeltheir op sommige momenten een tikkeltje beter was dan zo. Maar op een moment maken we toch de match dood en scoren we 3 doelpunten op 5 minuten. Voor mij was het eerste sjaal vandaag. Ik heb van Ninove de eerste ploeg naar Appeltheir geweest ooit. Ik was een speler, ik was spelerkapitein, spelertrainer. Alles op ieder jaar. Dus Appeltheir draag ik ook in mijn hart. Maar vandaag telt hij enkel Ninove en ben tevreden natuurlijk. A-ploeg, B-ploeg, aan top van klassement op dit moment. De streekderbies, het heeft toch wel iets, hè? Al die streekderbies. Ik vind dat wel leuk. Hier ook, we zijn hier goed ontvangen. We zijn eigenlijk allemaal vrienden onder elkaar. Van mij mogen dat meer van die matchen zijn. Ja, tuurlijk, als je ziet. Als 1800 toeschouwers vandaag, 600 denk ik, 700. Weer meer plezier dan vorig jaar in de eerste nationale, 400 man. Dat leeft, dat is plezierig. We hebben Brakel nog thuis. Als voorzitter, als speler, als trainer, bestuursmedeleden van mij, de vet duurt, hè. Dat is voetbal. Hè. Het niveau in de eerste helft was heel goed. Hè. Jullie hebben het niet afgemaakt, de eerste helft. Dat anders kunnen uitdraaien. Ja, dat is, voetbal is een van de weinige sporten waar dat niet altijd recht geschiet. Hoe spijtig dat het ook is, maar het is een van de weinige sporten waar dat zo is. Oké, maar er is nog een terugwedstrijd in Appeltheir en dan een revanche op de plaats. Dat zou leuk zijn, hè, maar als de beste ploeg wint, is voor mij geen enkel probleem. We staan hier bij de vurige supporter van VK Ninove. Absoluut. En wie is uw fan? Van wie bent u fan, mevrouw? Van heel de ploeg. Ze hebben het uitstekend gedaan. Het is al een paar weken achter elkaar. Heel goed. Chapeau. De eerste helft was Appeltheir toch wel beter, nee? Ja, maar ik vind dat ze eigenlijk ook niet gigantisch uitmuntend beter waren dan dat wij hebben getoond. Dus ik denk dat dat wel verdiend is dat we hier vandaag weer 3 punten pakken. En gaan we nu nog hoger mikken in de rangschikking? Absoluut. Ik denk niet dat we hier gaan slapen als we op de eerste plaats terechtkomen. Was je er ook bij tegen Eendracht Aalst? Absoluut. Die Ajoenen hebben we ook afgemokt, hè. Het seizoen begon niet zo goed. Wat heeft de ommekeer verwezenlijkt? Dat is allemaal moeilijk te zeggen. Alan, de vorige trainer,
was op die 4 jaar tijd een goede kameraad van mij geworden. Ik heb al vanzelf kanaal, Patrick de Donker in tijd, had andere mensen om trainer te worden. We hebben hem toch kunnen overal verhaal aan te nemen. Alan is van derde naar tweede gaan, van tweede naar eerste. Vorig jaar een spijtige degradatie, die Alan zijn fout, want wij vroegen toch geen licentie aan. Maar dit jaar voel ik van, oké, misschien even hand op de, eigen, op de kop leggen en te veel spelers met dezelfde trainer al. Moesten dezelfde trainer jaren blijven met andere spelers, is dat misschien iets anders. Maar ik vond dit jaar, na 4-5 matchen, het pakte niet mee. Dus we moesten iets anders proberen. En we hadden 5 matchen op 3 weken. En ik had samen met Jean-Pierre de ploeg samengesteld. Dus er was buiten ons tweeën niemand niet dat wist wat de kern kon. We hebben het risico genomen met veel commentaar in de rug van ja, dat was te denken dat Jean-Pierre ging overpakken. Hey, met hun tweeën moest het wel doen. Maar ik denk wel op die 5 matchen met bewezen hebben. 3-0, dat is een indrukwekkende uitslag. Ja, misschien een beetje overdreven in cijfers. Want op een zeker ogenblik was Appelterre beter dan wij. Wij hadden nog een beetje de wedstrijd van de woensdag in de benen. Maar dat is geen verontschuldiging, maar nadien zie je waar kwaliteit allemaal hebben. We maken op 8 minuten tijd 3 doelpunten. Dat is genoeg dat deze groep toch sterk is. Hè. Wat hebt u gedaan om die ommekeer te verwezenlijken? Maar daar gaat het niet veel op antwoorden. Alleen zie je daar, we krijgen geen goal binnen en we scoren veel. Dat is al wat ik kan zeggen. Hebben jullie ook ooit ambities om nog een reeksje over te gaan? Nee. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. We zitten op ons plafond. En we mogen heel dankbaar zijn dat we op deze reeks mogen spelen. Als jullie kampioen spelen, gaan jullie terug een reeks hoger gaan spelen, waar het zeker toch wel moeilijk is? Zeker en vast. Nee, zeker en vast. Wij weten de fouten van vorig jaar en diezelfde fouten gaan we niet meer maken. Plus ook, er is andere reglementering ten opzichte van vorig jaar. Alle kosten dat we ook in het stadion gestoken hebben, moeten we volgend jaar ook niet meer doen. Ik heb geïnvesteerd in spelers. Maar ik hoop ook wel in de streek hier, nabij buren, dat de sponsor recht staan voor ons te helpen.